hoewel iedereen dat in de spreekkamer vertelt, weten we er nog heel weinig van. En wat wij als MS-centrum nu gedaan hebben, is een heel programma opgetuigd om goed te leren begrijpen wat dit nou betekent. Wat maakt die mensen die dit ervaren nou zo bijzonder? En hebben ze andere afweercellen, hebben ze andere genen? Welke klachten hebben ze überhaupt die wij kunnen meten? Om op deze manier dit stukje MS beter in beeld te krijgen, er meer grip op te krijgen en ook onze patiënten uiteindelijk beter te kunnen behandelen. Wij doen als MS-centrum heel veel onderzoek naar het afweersysteem, de genetica van MS, maar ook het beloop van deze ziekte. En wat deze programmasubsidie met name mogelijk maakt, is dat we al onze onderzoeken die we doen, zowel in kinderen met MS als ouderen met MS, dat we alles aan elkaar kunnen koppelen tot één groot onderzoeksprogramma. Ik wil namens mijn hele team van MS-centrum Eras MS wil ik zowel de stichting MS Research, de donateurs en alle mensen die hier aan meegeholpen hebben bedanken voor deze ongelooflijk mooie en belangrijke subsidie.